Oeps. Tussen afleveringen door neem ik altijd een slokje in verband met dat dit nogal heavy voice acting is. Meer tot mijn kinder. Neem me niet kwalijk. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario en 1000 jaar door. Ik ben er weer, trainer Steve, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn wij nummer 1 geworden. En omdat we dus nummer 1 zijn geworden, kregen we weer een berichtje van Mr. X dat we onze eigen posters weg moesten halen, omdat we daarachter iets zouden kunnen vinden. Dus laten we dat maar gaan doen. Ik bedoel, ik weet niet waarom ik de lange route neem, maar In ieder geval, ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig. Wat vinden jullie tot nu toe van, om het zo spoilervrij mogelijk te beschrijven. Wat vinden jullie nu op het moment van de nieuwe DLC van Breath of the Wild? Omdat DLC pak 1 die is uit en ik ben eigenlijk best wel benieuwd naar jullie mening. Mijn mening zelf is, ik heb er nog heel weinig over gevonden, want ik ben eigenlijk weer een nieuw spel begonnen. Omdat ik zo, het probleem dus had om dat dus zo te gaan krijgen. Nogmaals, mijn excuses. Serieus, ik moet geen prik drinken op het moment dat ik tussen de opnames zit. In ieder geval, we moeten onze eigen posters weghalen. En ik geloof dat het deze poster was. Yep. Het zal altijd die poster zijn, dus je hoeft niet al je posters weg te halen. Oh god, wat was jouw stem ook alweer? Oh ja. Whatever could that key be for? Daar komen we nou achter. Go to the second floor in the storage room from X. Oké. Okay. Flurry, ik wist niet dat jij ook nog een stem had. Oké, weet je wat? Het is weer tijd voor onze Liefjon. Lief. Oké, daar we gaan. Hoi. The Great Mustache. You gonna beat Rock Hawk on and then Prince Mush? Get pumped, Liefjon. The title match is coming up. Pulling out. I'm pulling for you all the way, Liefjon. Yeah, give him a hack. Of iets in die trend, weet ik veel. Wow. Heel eventjes. Editor, jij gaat me even haten, maar... Die ogen! Damn, dat is creepy. Damn. Nou, verdorie zeg. Boil gas! Oké, maar goed. We moeten dus naar die storage ruimte. Hoi. Nee, wij lopen hier alleen maar even rond. Hoi, security. Leuke zonnebril. Is dat een stropdas? Eigenlijk best wel grappig hoe dat ze daar geen extra slot op hebben. Dus ja, het slot is er nou af en ze hebben er dus geen nieuw slot op. Ook, wat zijn dit voor sloten? Ik serieus zo'n gigantisch slot op zo'n deur. Ik bedoel, je hebt een hele normale gewone deur zoals dat wij in het dagelijks leven ook gebruiken. En dan heb je dat. Dat als deur. Dan denk ik bij mijn eigen van, of ja, dat als slot. Niet als deur, maar als slot. Ik bedoel, stel je voor dat wij dat soort sloten ook zouden gebruiken. Oeps. In ieder geval, we wilden dus hier naartoe en... Zat hier een secret weapon bij die? Nee. Weet je, we kunnen ook gewoon hier... Ah, ik dacht dat we misschien net achter zouden kunnen gaan, maar dat zou wel leuk zijn. Oké, nou. Boink. Wow! You gotta be kidding me! Bandy Andy and King K? Gast! Gast! Gonzalez, listen to me. Oh, man. Don't get near the ring. No one's around. Oh! Come on, shake it off, buddy. What do you mean don't go near the ring? Gonzalez, did you see that? That was Jolene! This is craziness! What's going on in here? Okay. Jolene! Wij hebben wat bubbles te doen. Bubbles with bubbles! Weet ik veel. We weten niet waar dat ze naartoe is gegaan. Laten we naar de ring toe gaan! Of laten we gewoon de kampioen uitdagen, dat kan natuurlijk ook. Want... We weten niet wat Johnny is. Oké, wij gaan gewoon de champion verslaan, waarom ook niet. Liefjon, ik zou je dolgraag daarvoor willen gebruiken. Maar we moeten eerst eventjes de champion eventjes taddelen. En... Ja... Nee, we hebben die 4VFP niet nodig. Reserve the match! The Great Gonzalez, howdy, fixing for a fight, huh?
Yuck, 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 yuck. Well, guess what? Your next match is the title match. Hooey darn tootin', you're up against the champ, Rockhawk. Now, I want to see a fair and exciting match, so don't let me down now. You hear? Now listen, son, in this battle, I want you to use at least one special move, okay? The crowd needs something flashy. You catch my drift? Give him a good show! Now get in there and blow the roof off, son! Ja, ondanks dat het dus de champion match is, moet je nog altijd één special requirement doen. En dat is vervelend. Het komt alles. It's time for your next match. Come with me. Gast, echt serieus. Je zou misschien een rode stropdas of iets moeten hebben. Misschien zou dat toch een beetje fancier zijn. Hey, where do you think we're going? The ring is that way. Yeah, go this way this time, because it's a special match. Okay. Slow down, will you, buddy? Why are we going this way, weird way again? Misschien dat we daarin moeten, via die deur, wie weet. Wow. This is oud. You two wait here. Dit klopt voor geen meter, but this is the minor league locker room. And speaking of which, where is everybody? And now he said to wait here, but Mario, we gotta miss our fight against a champ. Now for today's main event, the top dog of the Major League, the Great Gonzalez, is finally gonna throw down the champ, the one, the only, Rockhawk. First to enter the ring, the Furl Nuclear Reactor, Rockhawk! Oh, doggy champ! How are you feeling, son? Your challenger is a handful! You don't want a handful of this! There's only one champ, and that's me! Even if this Gonzalo Woods ever shows up, what he's gonna do, huh? Nothing! But the Great Gonzalez made it to the top to the majors faster than anyone ever! He even got here faster than you did, champ! What do you got to say about that? What do I have to say about that? That's what! Who cares if this guy did a bunch of jumps? Cause now he got rocked! Okay, they are totally ridiculously late now. I'm gonna find out what's up. Oh my gosh! Oh my gosh, Mario! It's locked! The door's locked! We're totally trapped! And now for a challenger! The merciless Excutinator, the Great Gonzalez! Hold the phone, folks! What the hey is going on? What happened to the Great Gonzalez? I'll tell you what happened. He fears that rock! Hooey, what a sight for development, folks. Did the Great Gonzalez really turn yellow and head for the hills like a dog? I'll tell you what, folks. If he doesn't show up, he's gonna aim forfeit the match. Dat klinkt niet goed. Mario, if you don't do something soon, we're gonna forfeit that match. We gotta get out of here. Eens even kijken. Oké. Ik weet niet waarom dat hier een Peach poster hangt, maar... Creepy. Oké, nou ik weet half wanneer dat het eigenlijk gewoon zo is. Oké, we hebben hier een televisietje, een secret room, hartstikke leuk. En we hebben hier dan een locker room en die brengt ons naar deze room. Oké, en hier is de deur ook op slot. Damn. Dan maar de wc. En we zijn loodgieters, dus we gotta do what a plumber has to do.
Nasty! That was maybe the grossest thing I've ever done, But let's get to the fight! ASAP! Oké, we kunnen nou tegen hun praten en dan zouden ze zeggen van, horen jullie niet in de ring te zitten of zo? Oké, zoals we al zeiden, de ring is deze kant op, dus we moeten hier zo snel mogelijk naar binnen toe. Ja, hallo! The moment you've been waiting for, folks, the great Gonzalez just entered the arena! Yay! We hebben fans! Wow, look, we actually made it. Listen to those cheers, Mario. They love you. Come on, let's go. Put this oversized rooster in its place, huh? Well, excuse me, audience. Just listen to this crowd. Hoot and holler for the challenger, Great Gonzalez. Will his hammer of hurt... Will his hammer of hurt and harm be enough to rock the Rockhawk socks? Blah, 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 blah. Engels kun je het spreken. Now at long last, the battle to end all battles is here. Let's keep it clean, boys. Okay, dus we mogen tegen de Rockhawk. Wat leuk. Okay, Mario, this is it. A match with the champ. Let's destroy this guy. Your wind should have stayed locked up, safe and sound. What? What are you saying? Don't tell me it was you who got the security guard to lock us up. You're darn right I did. I also sent you that poison cake, suckers. That was what happens when you mess with me, baby. You meet the pain train. So you're the jerk that's been sending us the emails about the crystal stars. Oh? I've no idea what you're babbling about now. What's a crystal star? No, wait. I don't care! I may not play exactly fair, but I got skill, punks. And now you're about to meet them all. Baby, prepare to be rocked! En we moeten op zijn minst één special move gebruiken. Dus, nou laten we daarmee gaan gebruiken. Clock out! Eens eventjes kijken hoe dat die bommetjes leuk vindt. Oh, hij moet die kant op. Nee, hij moet die kant op. Ik vind zijn animatie trouwens eigenlijk best wel grappig. Boop. En hij kan niet meer bewegen. Nou jongens, dat is onze champ. Nou, laten we eens even kijken wat onze champ in het boekje heeft staan. Daar is Rockhawk en hij is mafkees. Hij flips, hij flaps en slaps. Hij heeft 40 HP, aanval is 4 en defense is 0. Oftewel, hij kan best wel leuke aanvallen doen, maar voor de rest is het eigenlijk een hele grote pushover. Dus we hoeven ons absoluut geen zorgen erover te maken. Want wij hebben... Powerbound! Hoppakee, dat is al 10 damage. Ah, laten we dat ook met jou gaan doen. Oké, ik kan hem maar 8 doen. Het enige nadeel is, dit is eigenlijk best wel heel erg lazy. Oké, dit is extreem lazy. Hij heeft geen kans om aan te vallen. Ik wist niet dat deze aanval zo erg overpowered was eigenlijk. Dat die superguard zo overpowered kon zijn. Hij heeft nog maar 2 HP. Zal ik hem de kans geven om 1 keer aan te vallen? Ik voel me eigenlijk daar best wel heel erg schuldig. Omdat we geen 1 keer een aanval van hem gezien. Goed. Wij hebben dus bewezen dat je hem kan doodmaken. Of ja, dat je hem kan verslaan. Zonder schade te nemen. Wat zonder dat hij dus 1 keer jou aanvalt. Maar goed. Ik doe heel eventjes Sweet Treat om heel eventjes wat meer FP te krijgen. We doen 1 keer een appeal. En we laten hem ons even aanvallen. Ik bedoel, anders vind ik het wel heel erg. Hij is misschien dan niet echt eerlijk met spelen en zo. En waarom gooi ik als eerste tegen een... Mushroom up. Hij is misschien dan niet echt heel erg eerlijk met spelen. Maar ik bedoel serieus. Hij is de kampioen. Hij heeft de reputatie. En het zou wel heel erg gemeen zijn om hem dan zo in 1 keer af te straffen. Door hem zo te vernederen voor het publiek. Ik bedoel serieus. Wij zijn niet, wij gaan ons niet verlagen tot zijn niveau. Not too shabby. You're better than I thought. This maybe will actually be fun. Don't get your head swelled though, because you'll get a way to go. Check this out!
time to rock! Oké, dat deed hem decent damage. Ik wou hem eigenlijk supercard om je alsnog te vernederen, maar genoeg, chump. No! I, Roghawk, the champ, the undefeated master, I've lost to such losers. Ik vind het eigenlijk best wel grappig hoe dat hij ons eigenlijk nog steeds uitscheldt voor losers, terwijl dat hij daar dus als een loser op de grond ligt. Plus, hij is maar 12 star points waard. Vergeet niet, Bowser gaat voor 30. Yeah. Folks, I feel my eyes just popped out of my head. We got ourselves a miracle. Technique versus technique. Raw power versus raw power. A clash of superhumans. Folks, this was truly, honestly, without a question, no doubt, absolutely, the most legendary, amazing, and portable history-making bout of all time! And the victor of this match of ages was the great Gonzalez! Congratulations, Gonzalez! You're the champion, son! Give him a hand, folks! The new Glitzmiss champion, the great Gonzalez! Zijn stem is moeilijk om mond te houden. Yeah! Well, you finally did it, son. Today's your first day as a new champ. Here's your belt. Yay, we hebben een fake crystal star. Tell you what, I'm gonna go up ahead and set up the champ's room right away. Micheline, be a peach and show Gonzalez here the new champion's room, okay? Absolutely, sir. Well then, Mr. Champion, would you follow me, please? Jee, dan krijgen we die awesome room die we een paar afleveringen geleden hebben gezien. Wat eigenlijk alweer 3 weken geleden is in verband met dat ik zo langzaam was met het uploaden van deze part. En trouwens, deze challenge, of deze chapter gaat heel erg lang door. Ik snap dat sommigen denken bij hun eigen van ja, het begin is leuk en daarna gaat het een beetje eentonig. Maar goed, we zijn kampioen. Jee. Congratulations again, Mr. Champion. From now on, this is where you'll stay. It's your room for now, so make yourself at home. You will use the terminal as you always have, of course. Will there be anything else? Well then, have a nice day, Mr. Champion. Oh, my glasses. Oh. Ik wil meer babbelen over... Yay! So. Yes, we finally did it. Mario, we destroyed him. But, you know that Roghawk really sounded like he hadn't heard of the Crystal Stars. And, I mean, even though we're champs, we're no closer to finding the real one. Hey Mario, am I going nuts, or do you hear a voice coming from somewhere? Do you think it's a ghost? Whoa! Turn the volume down on that thing! I almost screamed! Find the ghost in the champ's room. From X. Wait. There really is a ghost in here? No way! Okay, Tattle, ik heb genoeg gehoord. Ik noem jou in één keer, je bent Goombella, maar ik gebruik zo vaak je Tattle ability dat ik eigenlijk Tattle heb genoemd omdat ik nou Majora's Mask in mijn hoofd heb. Voor dit hebben we onze Leafeon nodig. We willen namelijk eventjes over deze cadeautjes heen, hè, die waarschijnlijk Roghawk nooit open heeft gemaakt. En we zien daar dus rode bessen en paarse bessen, een borstel, een tandenborstel, fanmail, een halter... Kissy. Een heel erg luxe bed, moet ik zeggen, trouwens. Echt ook op zo'n pedestal en alles. En we hebben een tapijtje. Eigenlijk best wel leuk hoe dat ze dat hier... Dit is even wel zo'n detail. To be fair. Goed, in ieder geval, we willen dus hier overheen naar deze post. En dan willen we hier overheen. Yay! Goed. We're in the edit, right? Where does it lead? Dat is de dat willen we weten. Oké, nou, we zijn normaal blues. Well, that's in perfect condition as usual. Yep, as long as I have that baby working for me, this old boy ain't never gonna get weak. But I'm gonna have to watch my tootsies here for a little bit. First, I let that King K idiot walk into it when I was with that. And now I can't shake the feeling that Jolene and Gonzalez are onto me. Well, I guess I'll burn that bridge when the time comes. I'll just disappear him. Yep, just like I did to the others. Like I did to Prince Mush, the first champ.
That voice! It's Grubba! So he is behind all these missing fighters! I better lock this room up tighter than a peanut butter jar in Squirrel Convention! And I'll just go ahead and hide the paper relating to that in the desk drawer. There we go! You know what though? Since I'm thinking aloud here, good fighters ain't nothing to mess with. Even Rockhawk lost to Gonzalez. This new champ might have to disappear pretty soon, for my sake. Bring it on, Grubba! I'm gonna hammer down! I think he's gone. Oh. I think he's gone. Let's check out the desk drawers of his. Whoa, bingo! I think that paper will grab a hit. Check it out, Mario! Whoa! A machine under the ring using a crystal star? These are the blueprints! I don't know what the rest of this nerd talk says, but I think the crystal star powers it. If this paper's right, then the machine can suck the power out of people! Yuck! Oh crap, you think that King K and Bandy Andy got all trained or something? Great galloping gulpits! How incarnation did you get here, son? Well, slap me and call me Sassafras! You're starting at my sacred paper too! Shut up! You make me sick! Why'd you drink King K and Bandy Andy, huh? Whoa, Nelly! This ain't good! After him, Gonzalez! In de volgende aflevering. Sorry voor de cliffhanger.